bij de groei van VDL zie je dat het personeel van heel ver moet komen, omdat mensen in Sittard-Geleen vaak net niet de juiste opleiding hebben. Binnen de gemeente Sittard-Geleen zitten heel wat bedrijven te springen om goed opgeleid technisch personeel. Maar helaas zijn zij nu genoodzaakt hun personeel van buiten de gemeentegrenzen te zoeken. De opleidingen in Sittard-Geleen sluiten namelijk vaak niet goed aan bij de vraag, bij de behoeften uit de regio. GroenLinks vindt daarom dat de overheid meer invloed moet uitoefenen op het aanbieden van juiste opleidingen, zodat jongeren verzekerd zijn van een baan in Sittard-Geleen.